Hallo. Het is vandaag Wereld Astma Dag. Nou weet ik goed wat astma is. Ik heb het zelf ooit in het ziekenhuis gelegen met astma, acute astma. En ondertussen heb ik dat niet meer, astma, gelukkig niet. Maar mijn dochter, die heeft wel astma. En die moet dus elke dag preventief verstuiven. Laten we zo'n verstuiver tekenen bijvoorbeeld. Of iets met de luchtwegen. Het is vandaag Wereld Astma Dag. Teken je weer mee? Ja, vandaag is het 3 mei en 3 mei is Wereld Astma Dag. Ja, astma. Mijn dochter heeft astma. Ik heb zelf astma gehad vroeger. Ja, hoe teken je nou astma? Astma is een luchtweginfectie, of tenminste. Je luchtwegen worden geprikkeld door allerlei omstandigheden. En waardoor je minder lucht krijgt. En dan heb je een verstuiver voor, waardoor je medicijnen kan inhaleren. Waardoor die luchtwegen worden verwijd, zodat je weer lucht hebt. Voor sommige mensen is het dodelijk. Dan schijnt het dat mensen die op een boerderij wonen of kinderen die op een boerderij opgroeien minder snel last hebben van astma. En astma is vaak ook, wordt ook wel gerelateerd met huisstofmijt. De natuur is natuurlijk ook een mooie remedie tegen astma. Ik wil niet zeggen dat het gelijk helpt, maar frisse lucht inademen, dat scheelt natuurlijk toch enorm. En ja, ik weet niet of je het al hebt gemerkt, maar als je buiten komt, alles is alweer lekker groen aan het worden en je ruikt de frisheid buiten. Ik heb het voorrecht dat ik hier lekker dicht bij het bos woon. Dus ik ga elke dag lekker wandelen met de hond in het bos. En al die frisse groene bladeren, dat doet de mens goed. En ik denk zeker ook voor astmapatiënten. Laten we eens wat groene bladeren gaan tekenen. Wat mij opviel. We hebben een aantal eiken hier groeien ook. En wat mij opviel is dat niet elk eikenblaadje gelijk eruit ziet. Dus er zitten verschillen in de verschillende soorten eik. Zal ik eens eventjes een eikenblad tekenen hoor. Ik heb dit gezien. Zoiets. Dan teken ik het nog een beetje uit mijn hoofd hoor, want... Nou, zoiets is een eikenblad. En, zoiets heb ik dus gezien als een eikenblad. Maar ik heb ook dit gezien. En dat is ook een eikenblad. Ja, het zijn toch echt, het ziet er toch heel anders uit. Het is heel hoekig en heel, gekarteld. En de andere is weer rondere uiteinden van de blaadjes. En dan zijn er. Ik heb ook nog. Zo zijn er nog. Meer verschillende soorten bladeren. Ik heb ze ook nog zo gezien. Nou weet ik niet of dat dan een eik is. Maar dat denk ik niet. Je hebt ook zo nog en dan kleine blaadjes eraan. En nou weten jullie misschien allemaal wel hoe je een boom tekent. Volgens mij hebben we dat al een keer gedaan, zo met al die takken. Een boom. Hoe teken je nou een boom als die blaadjes heeft? Want
En het ziet er dan toch weer anders uit natuurlijk, een boom met blaadjes. Nou, meestal doe ik dat als volgt. We gaan er even een ander blaadje voor pakken. Of als we het toch over blaadjes hebben. Kijk, als ik dan een boom met blaadjes teken, dan begin ik vaak eerst met de blaadjes. In dit geval doe ik dat als ronde stipjes. Zo. Misschien heb ik het al wel eens laten zien hoor, in een andere video. Zo, en dan teken je het daarachter, die takken, zo. En dan kan er zo'n dakje zonder blaadje bij zitten. Maar eigenlijk doe ik dat dan zo tekenen. Ik ga hier ook weer blaadjes aanmaken. Sommige blaadjes vallen er ook achter de takken. Sommige blaadjes vallen voor de takken. En zo kan je dus heel makkelijk ook een boom tekenen met blaadjes eraan. Die blaadjes kunnen natuurlijk ook anders eruit zien. Hè. Je kan ook zulke blaadjes tekenen. Zo driehoekjes. En dan snel of druppels. Snel getekend. Binnenkort gaan we ook nog wel een keer planten tekenen. Dat is ook wel leuk. Ook die hier in die bladeren zo. Nou ja, dit kan ook zo'n heel makkelijk een boompje zijn. Hè? Of een struikje. Zie je, dan tekenen we die takken daar zo'n beetje zo er half achter. Hier een dode tak. Er zitten geen blaadjes aan. Misschien omdat we dan die eikenbladen hebben getekend. Misschien ook wel leuk om daar eens even nog een eikeltje bij te tekenen. Hoe ziet ook weer een eikeltje eruit? Hebben ze zo'n hoedje? Zo. Een steeltje zo. Ja. Zo, en dan. Zo, en dan. Een reflectie zo een beetje erop. Schaduwtje. Zo, ik vind het wel een mooi eikeltje zo. Jullie ook niet? Ja, vind ik wel aardig. Nou, in ieder geval natuur. Daar gaat het om. Alles wordt weer lekker groen. Ga ervan genieten. Zeker als het zonnetje schijnt. En als je een bos in de buurt hebt, ga eens gewoon eens even lekker wandelen. En ga eens verwonderen over de verschillende bladeren. De natuur die weer begint op te leven. Want het is gewoon, ik vind dat altijd het mooie van de lente. Dat alles weer groen wordt en overal weer bladeren aankomen. En ook de dieren die in vol ornaat aanwezig zijn. Hè. Zijn nestjes aan het bouwen, vogels. Elkaar het hof aan het maken. Geniet van de natuur, wil ik hier meegeven. En ik zou zeggen tot morgen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.